Ja, oké. Ik ben klaar met douchen. Ik ben klaar. Eindelijk, het werd tijd. Meekomen. En snel. En doe kleren aan, want ik zie te veel. Te veel? Hallo, ik heb gewoon nog kleren hieronder aan, Loop maar door. Kom, we gaan naar die cel brengen. Ik wil niet horen het deze nacht, want ik steek je gewoon weer in de isoleer. Hey. Ben jij klaar met douchen, joh? Wat zeg ik net? In uw cel. Ja, maar hey, ik heb zo lang niet gezien. Ja, spijtig. Oké, iedereen slavel toe en slapen. Kom maar, Pie. Slapen? Oké, jongens en meisjes, daar zijn we weer bij een nieuwe Prison Escape. Dat is lang geleden. Oké, we hebben daar in ieder geval Kai staan en aan de andere kant stond een meisje. Ik zie het niet, er staat een paal voor. Een meisje, ik zie het niet. Oh, wacht, even door de andere dingetje kijken. Meisje? Ik kan het niet zien. Er is een meisje. Oh, daar! Een meisje. Hey! Hoi. Het is Nikki en ze weet niet wat Prison Escape is. Ze weet niet wat ze moet doen. Volgens mij heeft ze ook al een jaar geen Minecraft opgestart. We sleuren haar hier wel doorheen, hè Kai? Ze weet niet eens wat de bedoeling is, maar hey. We kunnen haar ook achterlaten. Oh, dat is nog beter, denk ik. Dan zijn we er meteen vanaf. Nee, ik mag haar wel. Oké. We gaan zorgen dus. De bedoeling natuurlijk van Prison Escape is dat wij gaan ontsnappen. Ongezien gaan ontsnappen. Als we gezien worden, kunnen wij in de boeien worden geslagen. En dan kun je terug in de cel gestopt worden natuurlijk. Maar wij gaan ontsnappen met z'n drieën. Alleen, hoe gaan wij hieruit ontsnappen? Ik heb hier een wc. Ik heb hier niks verder. Helemaal niks naar de noppes. Hebben jullie eigenlijk al jullie wc gecheckt of zo? Of misschien zit er iets in zo'n hopper? Of iets, een lever? Ik heb twee wc's. Twee? Wat? Ik weet niet waarom. Ik kan er wel even in gaan kijken. Ik geef niks, oké. Ik heb twee wc's, maar zit je met iemand anders daar in die cel dan of zo? Of wat is dat? Nee. Ik heb denk ik gewoon. Ik heb twee wc's. Maar ik heb hier een waspak. Zit iets in? Wat zit erin? Ja, een sleutel. Ik weet ook niet hoe die daarin komt. Oh, een sleutel. Ja. Heb je dat uitgepoept? Nee, dat zou heel erg raar zijn. Kai, kom op, we moeten opschieten. We gaan hieruit komen. En als we ze zien, moeten we ze shiften. Zoveel mogelijk shiften. Zeker als je uit de cel komt. Nou, Kai, doe onze deuren open. Oh, hij gaat eerst naar die van mij. Natuurlijk. Dankjewel. Oké. Gaan we Nikki hieruit halen? Ja. Het staat dus tegen de deur aan te rijden, of te lopen. Ja, ze wil volgens mij heel graag eruit. Ja, nou, doe maar snel open dan. Dan gaan we snel verder. Oké, Nikki, pas op, hè. Je moet wel veel gaan shiften. Goed zo, deurtje weer dicht. Heel netjes. Oké, hoe gaan wij hieruit komen? Ik denk gewoon dat we daar eerst moeten kijken. Dat lijkt me het logische, toch? Het meest logische. En we gewoon, daar liepen ze naartoe. Ja, we kunnen niet echt ergens anders heen, denk ik. Nou ja, we kunnen alles zelf gaan checken, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Jij wel? Nee, ik wil gewoon hieruit, eigenlijk. Inderdaad, ja, ik ook. Hier is wel iets, maar volgens mij is dit altijd zo al geweest. Dus laten we gewoon hier doorgaan en hopen dat we ze niet zien. Ik zie ze ook gewoon nu nergens, hè. Je ziet hun naampjes nergens. Oké, hier is niks. Het is hier rustig en stil. Daar loopt het dood lijkt wel en hier ook. Dus douches. Ja, ik heb net gedoucht dus, maar ik heb niet gekeken of er iets was. Het kan best dat er iets is. Maar laten we eerst even de kantine checken. Dat is hier toch, volgens mij. Wat hebben we hier? Het loopt gewoon dood, of niet? Wat de hel? Ja, my god. Ja, ik denk dat we hier door moeten, jongens. Dit lijkt op een doolhof. Wat de hel? Oké, gaan we verspreiden of blijven we samen? Weet je, normaal hou ik altijd rechts aan, dus ik ga sowieso hierin. Wat jullie doen, moet je maar zo. Oh, jullie lopen met me mee. Nikki ook. Nee, jullie lopen met mij mee. Oké. Jij gaat helemaal rechts hier zo door. Kom je ergens uit? Dit loopt dood. Oké, dus dan moeten we hier door. Hoppakee. Ja, oké, dit komt wel ergens op uit. Als we nou snel ontsnappen, het is zo rustig en stil hier zo. Ja, jongens, we zijn er al. Wat? Oh, joh. Dit hebben we snel gedaan. Wat is dit hier? Hier staan allemaal kisten en een hendel. Ik weet alleen niet of we dat moeten. Oh, wat is dit? Ik weet het niet. We kunnen hier gewoon door. En een trap omhoog. Oké, ik denk dat we hier door moeten of zo. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ik ben hier nog nooit geweest. Ja, hier! Oh my god, we moeten iemand achterlaten zeker. Eén persoon die het haalt. Oh nee, ik dacht iemand moeten we achterlaten. Maar één persoon die het haalt is voldoende. We moeten hier naar boven, jongens. En meisje trouwens. Ja, we moeten hier gaan parcouren. Zullen we Nikki eerst laten proberen? Want
is. Ja, ik denk... Ik vind dat het een slim idee is. Ik kan gewoon terug. Nou ja, één persoon hoeft het maar te halen. Nicky, jij bent de parkourpro toch in Minecraft? Je hebt het een jaar niet gespeeld. Volgens mij, probeer het maar eens. We willen het zien. Als ik de eerste val, hè? Nee, dat maakt... Oh. Nicky, dat kan toch niet? Oké, ik ga het een keer proberen. En hop! Zie je, zo slecht ben ik niet. Ja, maar ik kan dat ook niet, denk ik. Nee, kijk, nou is jouw beurt weer opnieuw. Eén iemand hoeft het maar te halen. Rennen en... Ja. Ah, wat is dit nou? Oké, dan ga ik het doen. Hop! Nee, hoe kan dit, jongens? Dit is zo'n klein jumpje. Oh. Wat sneu dit. Ja, Nicky heeft het gehaald. Oké, dan denk dat je in één stuk door moet springen, anders dan wordt het heel moeilijk. Ja, kijk. En gaan... Nee, ik haal de eerste gewoon niet eens. Dit is toch niet te geloven, jongens. Ja, Kai doet het. Oké, de volgende jump. Daarna. Oh my god, dit gaat toch niet, jongens. En ik krijg ook nog eens honger. We hebben geen eens... Ik heb al zo lang geen eten gekregen daarvan. Oh, je hebt eten, wat? Ja, ik heb hieronder was de keuken, heb ik wat meegenomen. Ah, slim, dankjewel. Oké, Nicky is weer aan de beurt volgens mij. En ja? Oké, netjes. Netjes! Ja! Kom op. Nee, dat is nog een moeilijke jump. En, op. Nee, ik heb het nog steeds niet. Ja, Kai! Bam. Ja, Kai heeft het gehaald, eindelijk! Oké, ga kijken wat er zit verderop. Kijk. Oké. Ja, waar? Hier, denk ik. Moet je hier niet naar beneden of zo? Oh, daar. Oké, en dan druk op de knop. Wat gaat er gebeuren zodra jij op de knop gaat drukken daar zo? Oh, ja, het gaat weg. Nice! Alright, shiften en dan denk ik dat we hier naar boven... Ik zie uw naampje, shiften. Oh ja, Oké, hier naar boven. Moeten we heel hoog? Ja, we moeten heel hoog. Dan zijn we hier bijna op het dak. En dan... ik weet het niet. We kunnen deze kant op. Of we kunnen een andere kant op. Nee, hier denk ik niet. Of wel. Nee, hier was Kai net al. Moeten we die kant op waar Kai nu naartoe loopt. Oké, het is nog vrij rustig. We hebben de guards nog niet echt... Oh, wat is dit allemaal hier op het dak? Wat moet dit hier? Oh. Waar is hij? Hallo? Boven ons? Oh! Jongens? Laten we Nicky deze kant. Nicky, hier. Nicky. Ik denk dat we moeten gaan rennen. Rennen, Nicky! Jij eerst, want jij bent zo ver weg! Rennen! Nicky! Oké. Oh, jongens. Ik ga springen. Hop! En spring. En spring. Oh nee, ik zit vast. Dit was niet goed springen. Oh my god. En spring. Nee, dit is het domste wat ik kon doen, denk ik. We moeten hier wel overheen springen. Kom op, Nicky. Waar is Kai? Kai is voor. Oh, we moeten heel snel rennen, jongens. Oké, go. Pas op dat ze niet in de boeien slaan, want dan heb je een probleem. En zo, we gaan. Up. En, nee, ik sprong tegen Kai zijn lichaam aan. Oké, dit is niet goed. Nicky. Nicky, nee. Je kan niet meer aan deze kant komen. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Oké, we zijn hier. Nicky, ja, ik kan je niet helpen. Wacht, je kan via die dingen hier. Via dit hier springen hier over het hek heen. Via dat, ja. En dan ben je hoger. En spring. Go. Waar moeten we naartoe? Naar beneden of zo? Weet ik niet. Hier is een ladder. Oh, wacht. Een ladder. Die gaat naar beneden. Oh, damn it. Nicky, waar ben je nou? Oh, een druif. Je bent een druif. Oké, hier nog verder naar beneden. Andere kant. Oh, die kan misschien ook, of niet? Ja, die kan ook. Oké, en nu? Hier is de rennen. Office van iemand. Oh, er wordt hier keihard geschoten. De office, kantoor, daar kunnen we niet in. Wat is dit? Nicky, kan je bijhouden? Ja. Oké, daar is Nicky. En nu hierdoor rennen. En dan hierdoor rennen. Er staat hier Prison Boxing Arena. Moeten we gaan boksen? Nee, toch? Oh, ik schrok helemaal van Kai's hoofd net. Wat? Nee, dit moeten we toch niet doen? Die dachten te ontsnappen, hè? Wat is dit? Ja, een van jullie, er mogen twee van jullie vechten, hè. Nicky, wil je vechten? Nee. Oh, nee. Wie het eerst het mes pakt, heeft gewonnen. 3, 2, 1. Ja, nee. Oh, ja, ik heb hem. Oké, kom hier jij. Nee. Maar ik wil hem helemaal niet vermoorden. Moet dat nou echt? Nee, hoeft niet. Oké. Okay. Straf. Hier blijven. En dan? Moet ik Nicky pakken? Nee. Nicky, dit is mijn vriendin. Nee, dat is mijn, dat is... Weet ik veel, ik leer ook net pas kennen. Jullie blijven hier, we hebben een oproep gekregen, we komen direct terug. Wat? Allee, herdoor, Appie. Wat is dit nou? Ik heb net iemand moeten vermoorden, dit ging zo snel. Het ging echt heel snel. Ik,
Ik heb hem gewoon afgemaakt in no time, zonder dat ik wist van, oh, moeten we dit eigenlijk wel doen? Hij gooide het mes neer en ik moest het gewoon meteen doen, want anders dan had Kai het mes en dan was ik misschien wel dood geweest. En dan had niemand meer de rest van Prison Escape gezien. Ik moest wel. Oké, wat nu? Ze zeggen blijf hier, maar dat is, ik denk dat we gewoon weg moeten rennen. Ja, wat doe je allemaal? Ik hoor je allemaal lachen en zo. Ik weet niet wat we moeten doen. Nee, dat weet ik ook niet. Ik denk dat we gewoon moeten kijken of we verder kunnen. Oké, ze zijn hier doorheen gegaan. En misschien kunnen wij een andere kant op of zo. Ja, hier, we kunnen verder, denk ik. En toen... We kunnen hier door allemaal celletjes misschien. Maar ik weet niet of daar iets is. Hier overheen. Ja, ik denk dat we hier naar boven moeten. Zullen we weer gaan rennen? Ik heb wel een mes nog om ons te verdedigen. Oké, laten we rennen. Waarom moesten Kai en Nikki niet tegen elkaar vechten? Waarom moest ik met Nikki met Kai vechten? Oké, we kunnen hier naar boven. Nou, niet echt. Hier is een deur en dan... Ik heb gezegd dat jullie moesten blijven staan. Oh, wat is dit nou? Rennen! Waar moeten we heen? Hier. We kunnen hierdoor. En daar is de deur. Hierdoor. Nikki. En hierdoor. En dan zijn we er bijna. Waar zijn ze? Oh, ze zitten er. Nikki, nee. Nikki, kom. Oh, Abi Tutu is hier ook nog. Kom op, Nikki. Hier zijn paarden. Nee. Hoe krijg ik dat paard mee? Het paard. Ja, ik heb een paard. Maar hij zit vast. Ja, nu. Pak een paard en rennen. Nikki, rennen. Oké, waar ben je? Ja. Dan gaan we de vrijheid. Oh. Ik ben dood, nee, Nikki. Oké, nou, Nikki die is naar de middle of nowhere toegerend. Ze is gewoon vermist, niemand weet waar ze is. Ze moest uiteindelijk natuurlijk hier ergens naartoe. Ik ook, maar ik ben doodgeschoten door Api Tutu. En daardoor hebben we het einde niet eens kunnen zien. Oh, we konden hier nog met een bounce dingetje, slimy. Hierdoor. Oh, ja, is, hier was is dit ik het met paard van paard. Nikki? En toen bleef ik. Oh, goddammit, ik val hier. Ik viel met hier... ik viel hier naar beneden. Met dat paard. Je had gewoon kunnen ontsnappen, maar je bent gewoon hier. Het was zo'n chaotische, snelle prison escape. Dit ging echt heel snel. Ik was ook echt binnen no time doodgeschoten. Maar ik heb wel genoten. Het was wel lachen hoor. Maar Nikki, dat je in het water bent gevallen. Met je paard. Je was er bijna. Oké, jongens, laat in ieder geval een like achter. Abonneer voor meer. En dit was echt een chaotische prison escape. Misschien hebben we de volgende keer weer eentje met puzzels of zo. We gaan het allemaal zien. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.